Ja, kleine fonds. Ik ga proberen om het erg snel te doen. Omdat ik het leuker vind om een discussie te hebben en vragen. En dat jullie er gewoon op los kunnen gaan. En natuurlijk een eer voor mij om vandaag hier te staan. En ik denk ook wel, gegeven het feit dat wij zo vaak in de nieuws waren met al die DDoS, ben ik misschien ook wel de perfecte spreker voor dit event. En ik weet niet of dat nou heel positief is, maar het is in ieder geval een feit. Drie boodschappen. Wat is cybercrime? Wij delen cybercrime eigenlijk op in drie belangrijke topics. Het eerste topic is de Distributed Denial of Service Attack. DDoS. En ik vind het leuk om met jullie te delen. Wat hebben wij over ons heen gekregen? Hoe beveiligen wij onszelf? Wat doen we ermee? Wat betekent het voor ons? Een tweede erg belangrijke topic voor ons heeft te maken met e-banking fraud, phishing en skimming. En eigenlijk zorgen dat de spaargelden en de current accounts van onze klanten niet leeggeroofd worden. En het derde grote topic wat ik wil bespreken, en ik denk dat het voor een aantal van jullie nieuw is, maar dit is hetgene wat bij mij het meest hoog op mijn agenda staat op dit moment, is die Advanced Persistent Threat. En dat is eigenlijk een beetje de Snowden-achtige, NSA-achtige toestanden die we de afgelopen periode hebben gezien. En wat betekent dat nu voor een bank? Dat zijn de drie topics. Wat zal ik doen? Ik zal uitleggen wat het is. Ik zal uitleggen wat wij aan het doen zijn ermee. En dan hoop ik dat er genoeg tijd is voor vragen. Laten we met het eerste beginnen. Wij werden enorm geraakt door DDoS. En eigenlijk, dit is een mooi plaatje. En als je het niet helemaal goed kan lezen, de linkerkant is gewoon direct gejat van Wikipedia. En de rechterkant trouwens ook, behalve die leeuw onderin. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Waarom hebben wij hier nou last van? DDoS is eigenlijk niks anders dan een soort georganiseerd en georchestreerd belletje trekken. En wat gebeurt er nou? Je hebt een willekeurige computer en die computer die wordt geïnfecteerd. En computers die daar veel voor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld MKB-servertjes van tandartsen die het zelf doen en net niet goed beschermen. En je ziet al typisch voor je al die systemen in Nederland die net niet goed beschermd zijn. Zo'n systeem wordt eigenlijk overgenomen door een hacker en die zet er een soort van orchestrator op. Eigenlijk niks anders dan een soort scheduler. Wat hij dan gaat doen is hij gaat proberen om tienduizenden computers te infecteren met allerlei e-mail of andere troep. En dat kan je laptop zijn, dat kan je iPad zijn, dat kan een server zijn, dat kan van alles zijn. En op een bepaald moment gaat die orchestrator tegen iedereen zeggen: en nu gaan we allemaal naar de website www.ing.nl en gaan we eens kijken hoe lang die het volhoudt als wij dit met z'n allen doen. Nou, we hebben daar flink last van gehad. En toen ook met de KLPD en allerlei mensen van de Nederlandse overheid die bij ons zijn komen kijken. En de grote vraag die iedereen zichzelf stelt is: waarom hebben jullie die criminelen niet kunnen pakken? Waarom heb je niet kunnen zien van wie dit afkomstig is? En dat heeft ermee te maken dat die computer is wel gevonden. Laat ik zeggen, die tandartsenserver die daar in het middelpunt stond. Maar uiteindelijk, wie er achter zijn toetsenbord thuis of ergens anders bezig was om die opdrachten te geven, diegene is vaak zo slim om ervoor te zorgen dat hij dat met methodes doet waardoor je daadwerkelijk anoniem kan internetten. En als je ooit wil weten hoe dat moet, dan moet je eens kijken bij Wikipedia naar TOR, T-O-R, The Onion Project. Dan zie je dat een hele sophisticated manier om echt anoniem te kunnen internetten. En toch heeft het zin om die opsporing door te gaan, want vaak zie je dat ze nog wel wat andere dingen achterlaten op die servers. Dus we blijven zoeken en we blijven kijken, maar vooralsnog is het eerlijke antwoord dat wij niet weten wie dit gedaan heeft. Motieven zijn misschien wel duidelijk. Weet je wel, ING heeft veel verstoringen, dus een klant die er misschien last van hebben. Bankiers zijn criminelen, dus laten we een bank pakken. Misschien is het ook wel, weet je, je ziet dat het een keer gebeurt en iemand denkt, ik kan het beter, dus ik ga het alsnog een keer doen. Maar het nadeel is ook wel, je ziet dat het erg makkelijk is. Er is nauwelijks kosten of moeite gaan gepaard met het opproberen te zetten van die DDoS. Tweede vraag die mensen stellen is van: waarom hebben jullie dit niet voor elkaar om dit fatsoenlijk op te lossen? En in mijn volgende slides wil ik er dieper op ingaan om te laten zien dat je dit niet als bank zelf kan oplossen, maar dat je het anders moet doen. En ik laat zien wat we gedaan hebben. Als dingen niet duidelijk zijn, dan steek gerust je vinger op. Dit is ING zoals we ervoor stonden, voor DDoS aanvallen, min of meer. Aan de rechterkant zie je twee grote datacentra bij ING. En het is natuurlijk een conceptueel plaatje. Maar wij hebben twee grote verbindingen en die gaan naar twee verschillende internet service providers. En uiteindelijk heb je het internet en dan heb je klanten en dan heb je criminelen. Op een goede dag zeggen ze even dat onze klanten 100 gigabyte per seconde aan normaal verkeer hebben. Je ziet dat die criminelen, die gaan er veel zwaarder overheen. En die zetten zo een load op jouw omgeving, dat de volledige gecombineerde load, die is groter dan de oprijlaan die je hebt. En voor iemand die zegt, weet je, hoe zit het nou? Leg het me nog eens makkelijker uit. Heb ik een analogie bedacht en die moet denken aan Carré. Jij en je partner gaan vanavond naar Carré hier aan de Amstel. Je hebt een kaartje gekocht en je komt bij die Amstel aan en je ziet daar voor de deuren van Carré, zie je dat er 100.000 mensen staan met een kaartje. En iedereen heeft dat kaartje zo verfromfraaid dat het ook nog die portier een kwartier kost om te kijken, is dit kaartje nou echt of niet?
Wat een goede man na een kwartier ziet is, jij mag niet door. En 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 dan op een gegeven moment denkt hij, wat is er aan de hand? Want binnen, de kapstok is leeg, het restaurant is leeg, niemand drinkt koffie, in de zaal zit niemand, binnen gebeurt niks, er komt niemand binnen. Want die portier doet zijn werk wel goed, maar die heeft zo verschrikkelijk veel lood, dat je op een gegeven moment denkt, ik moet hier extra portiers voor gaan inhuren. Dus je denkt bij jezelf, ik zet er 200 portiers neer. Maar het aantal portiers wat je voor Carré kan neerzetten is niet meer genoeg, want de Amstel is gewoon te smal. Je zal, om dit verkeer tegen te houden, zul je het echt weg moeten drukken naar de ring van Amsterdam. En pas waar je je grote infrastructuur hebt van het internet, daar moet je het tegen gaan houden. Want als je allemaal naar je oprijlaan laat komen, dan ben je gewoon de klos. En dat is typisch wat er gebeurde in dit soort DDoS-aanvallen. Je ziet dat de lood die op ons afkwam vele malen groter was dan de oprijlaan naar ING. En dan ben je de klos. Nou, dan ga je dat proberen op te lossen. En hoe hebben we dat opgelost? We hadden eigenlijk, en dat hadden we toen ook draaien, we hadden toen een DDoS protection mechanism. En dat is boxje nummer 3. En wat betekende dat nou? Dat betekende dat wij hadden een contract met een Amerikaanse partij die zei, jongens, als jullie ooit last van DDoS hebt, dan routeer je alle traffic eerst naar ons. En als wij het geschoond hebben, dan komt het weer bij jullie binnen. En dat hadden niet alleen wij, maar ook een andere grote bank die hier ook vandaag aanwezig is in Nederland, had eigenlijk diezelfde partij dit contract. Maar toen het ons vorig jaar overkwam, zaten wij in een periode dat op een gegeven moment om 12 of om 1 uur 's nachts zie ik bij ons de performance weer wegzakken. Dus ik zie dat van binnen weer het restaurant leeg is en niemand hangt zijn jas op en er is weer niks te doen binnen. Ik zag het bij die andere bank ook gebeuren. Wij zagen dat er geen DDoS bij ons gebeurde. We zagen dat er geen DDoS bij hen gebeurde. En onze engineers konden die Amerikaanse partij niet meer benaderen. Nou, toen werd het tijd om een telefoontje te plegen. Guys, what are you doing? En toen kregen we als antwoord, jongens, op dit moment wordt er in Amerika door Amerikanen wordt hotmail.com aangevallen. En die aanval is zo groot dat al onze cleaning facilities zitten vol. Get off our platform as soon as you can. Want wij kunnen het niet meer processen. En toen heb je vorig jaar een hele periode gezien van aan, uit. Want wij moesten van het platform, als er geen DDoS was. Die jongens zagen dat, die deden weer een DDoS. We gingen er weer achter zitten en dan gingen we er weer uit en er weer in. En dat heeft ongeveer een week geduurd vorig jaar. Waarbij we eigenlijk te maken hadden dat in de wereld die 5, 6 centrale servers zo zwaar overbelast werden. En toen dachten wij, dat gaan we anders doen. Wat is de situatie nu? Nu hebben we een 3-stappen-model. We hebben op de eerste plek nummer 1. We hebben een heel aantal grote DDoS protection mechanisms in ons eigen datacentrum. Op de tweede plek, we hebben bij onze internet service providers, die voelden natuurlijk ook een revenue opportunity. Die zeiden, wat die Amerikanen kunnen, kunnen wij ook in Nederland. Wij zijn ervoor gaan zorgen dat wij in Nederland ook al ons verkeer schonen. En op de derde plek hebben wij nog steeds die Amerikaanse dienst. En die gebruiken wij eigenlijk nooit meer, behalve als ze zeer excessief gaan worden. Dus als het echt in de honderden gigabits gaat lopen, dan zullen wij ooit nog daarachter gaan zitten. In de hoop dat ze het dan doen. Dat is denk ik het plaatje. Wat zie je nog meer? En dat heb ik hier proberen dus aan te geven. Je ziet een interne bescherming. Je ziet een bescherming bij je internet service provider. En tot slot bij derde, die centrale server. En dit model werkt. En ik denk ook dat ik kan zeggen dat het werkt. We worden nog steeds aangevallen. Onze klanten hebben er geen last meer van. We vallen onszelf iedere maand aan. Elke maand zie je dat wij toch wel met heel georganiseerde diensten proberen zelf die DDoS'en te creëren. Om eigenlijk steeds beter te worden. En ervoor zorgen dat die georganiseerde belletjestrek niet meer uiteindelijk klantimpact heeft. En daarmee zorg je er ook voor dat het niet meer leuk is om het te doen. Weet je, dat belletje trekken van een kind bij mensen die op vakantie zijn. Dat doe je 2 keer en dan denk ik, pak wel een ander huis. Hier is niet veel anders. Dat is eigenlijk in korte lijn wat DDoS is en hoe wij ermee omgaan. Tweede grote topic is eigenlijk e-banking fraud. E-banking fraud is best wel al lang aanwezig bij ons allemaal. En wat is het eigenlijk? De phishing en de skimming en iedereen die probeert via de normale paden uiteindelijk fraud te plegen. En daar zie je dat dat gaat eigenlijk in de hele Nederlandse sector denk ik erg goed. En ik denk ook dat de betaalvereniging en de Nederlandse Vereniging van Banken die rapporteren daar volgens mij ook structureel over dat wij behoorlijk mature zijn in die markt. Ik zie dat het echt enorm afneemt. Wat nog belangrijker is, je ziet dat het zich verplaatst van de bank en de vulnerabilities bij de bank naar uiteindelijk de desktop. En je ziet dat uiteindelijk dat de devices van de mensen, die zijn op dit moment veel kwetsbaarder voor al dit soort typische aanvallen. Nou, wat doen wij nu en wat proberen we te doen? Ik denk preventie bij ING wordt toch wel heel serieus genomen. In termen van codescanning, al onze code wordt gescand voordat hij naar productie gaat op het hebben van veiligheidslekken. Penetratietesten, dat wil eigenlijk zeggen nadat de code eigenlijk door alle code analysis tools correct bevonden is,
Voordat hij naar productie gaat, hebben wij interne hackers en externe hackers die toch proberen te breken. We hebben een responsible disclosure. Ik denk dat is voor iedereen een enorme aanrader. Dat betekent min of meer dat je tegen de markt zegt: jongens, als je een lek vindt, meld het bij ons. Want we zullen het fixen. En nadat we het gefixt hebben, dan krijg jij zowel de credits. Want we maken echt bekend dat jij als individu dit gevonden hebt. Maar je krijgt van ons ook een financiële vergoeding voor het vinden hiervan. Eigenlijk is dat gewoon het outsourcen van je penetratietesten. Maar het klinkt wat cooler. En uiteindelijk heb je dus ook de preventie bij je klanten. En die preventie bij je klanten, dat is wat wij nog veel sterker en meer moeten doen. En je ziet dat met allerlei oplossingen wij als sector bezig zijn om toch die klant te proberen te helpen om zijn eigen device te beschermen. En dat, je moet natuurlijk oppassen dat je niet de klant het gevoel geeft dat je bij hem in de keukentafel meekijkt over hoe zijn kantoor of zijn huisautomatisering is. Maar je ziet er een enorme push is van technology om te kijken of die klant wel goed bezig is. En detectie. Je ziet dat bij ons real-time fraudedetectie, alles wordt getrackt en getraced. En je ziet dus dat iemand die 95 is en die in Maastricht woont, en van wie wij weten dat ze elke middag voor €3,95 in het bejaardentehuis luncht. Als wij dan pintransacties om 4 uur 's nachts in Amsterdam zien, dan dat gaat niet. Weet je, dan wordt zo'n pas gewoon geblokkeerd en is klaar. En over dit onderwerp van detectie zal ik straks nog wat meer vertellen. Dat dit misschien nog wel veel relevanter is dan alleen het concept van preventie. Die bescherming van die klanten en die push naar die desktop, die push naar dat we onze klanten moeten educaten, dat is denk ik wat wij collectief moeten doen. En opnieuw, dat is een verantwoordelijkheid niet van een individueel bedrijf, maar dat is van de hele sector. En ik denk van de hele samenleving is het belangrijk om daarop te blijven pushen. Het derde onderwerp is volgens mij het meest relevant. En daar zit een filmpje bij van 3-4 minuten, wat ik echt de moeite waard vind om jullie te laten zien in het kader van al die NSA-zaken. Het is een filmpje trouwens van Symantec en Deloitte. Het is niet van ING, maar het heeft mij enorm mijn eigen ogen geopend. En ik zou het, weet je wel, je kan het dus gewoon downloaden en bekijken. These guys are good. Let's get to work. A hot little startup with a great idea. Their target, a Propass. Offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Make some noise. Pause. A smokescreen. A decoy breach to hide what they're really after. Confidential information hidden in the depths of the system. Still here? The computer's crashed. Join a club. See you Monday. It's okay for some. Right now, the chances are someone, somewhere, is attacking you. And you don't even know it. Okay, chaps. We're in. I bet you're wondering how they got this far. Give us a smile. Lovely. She's in. Sensitive passwords and system details from a keystroke logger hidden under a desk for 6 months. You got it? Easy. These guys, they know it all. Except, a few weeks earlier, a Probass were hit by a smaller breach. It made the board stop and think how vulnerable they were. So they brought in the experts. It's never just an IT issue. They carried out cybersecurity training from boardroom to basement, identifying what was critical to the business. Threat and intelligence monitoring. They planned a cyber incident response and brought in their own ethical hackers to test the systems and make honeypots to trap the attackers. They reviewed the whole business from New York to Tokyo and devised a game plan for any breach. Make some noise. Oosk.
We're in. It's a denial of service attack. We're just monitoring the situation. Have they got into any accounts? Very clever. Someone else bangs on the windows while you hide in the cellar. They're on to us. I'll try blocking them. Is it working? I don't know. Well, I need to know, Gil. Is it working? Lena, launch a worm. These guys are good. They're really good. They're blocking us. Try again. They're blocking us! Try again! Come. Straight to me. Gotcha. Good, but not good enough. You're okay. Traffic's blocked. You can win, but there's always a next time. Who's next? Kobayashi Tech. Criminals just get smarter. Who have we got for the smoke screen? Take your pick. And they're everywhere. A breach will happen. And when it does, will you be ready? Ik denk dat het in ieder geval een mooi thema is. En wat betekent nou APT? Want waar staan die letters voor? It's advanced. Je bent dus bezig niet meer tegen mensen die zeggen... mijn oom was een kolonel in Lagos die 20 miljard nalaat. Als jij me het geld geeft, krijg je de helft. Maar deze mensen zijn daadwerkelijk advanced. Het tweede is persistent, want wat je ziet is het is niet de hack of the opportunity. Ik steel vandaag met social fraud wat geld en ik hoop dat ik ermee wegkom. Maar je ziet dat er maanden in voorbereiding gestopt worden om te kijken hoe ver je kan komen. En het is een threat en een threat betekent ze hebben een objective. En ik denk dat wij in de financiële sector en zeker banken ons moeten realiseren dat één objective kan zijn bank robbery 2.0. Ik jat het geld van de bank. Maar de tweede is, wij weten ongelooflijk veel over onze klanten. Over mensen die bij ons leningen hebben. Over investment proposals van grote klanten. En ook dat is een schat aan waarde. Dus je ziet op die beide aspecten dat je erg moet oppassen. En je moet realiseren dat die visie, dat je op een gegeven moment een hek zet rondom je toko en zei, buiten zitten de boeven en binnen is alles veilig. Die moet je echt achter je laten. Wat betekent dat? Hoe gaan die mensen te werk? 6 stappen en ik zal geven de tijd, ze niet allemaal doorgaan. Targeten betekent er wordt nagedacht. Wie gaan we waarom pakken? Dat betekent reconnaissance. Je ziet dat mensen om heen kijken. Wat zijn de manieren om binnen te gaan komen? Dan zie je een breach. In dit geval hier zag je die dame die zich voordeed als onderdeel van de schoonmaak. Dan zie je expansion. Expansion betekent ik ga gewoon horizontaal ga ik er doorheen lopen. Maandenlang ga ik van station naar station naar station kijken hoe ik verder kom. Exploitation betekent... Weet je, ik bereik mijn doel en ik jat het goud. En tot slot, exit. Het liefst kom ik ook nog ongemerkt weg. En dit is de laatste slide van ons. Wat betekent dit voor ons? We zijn er heel hard mee bezig. Ik denk vanuit een boardniveau, op groepsniveau... zijn we een heel groot programma, ook op die cybercrime bezig. Juist ook hierop. En je ziet dat iedere applicatie eigenlijk een mindset krijgt... alsof die zelf aan het internet hangt. Dus dat hele idee dat we een intern en external facing hebben, dat verdwijnt. Ik denk die mindset is enorm veranderd. Waar wij een aantal jaar geleden nog dachten dat wij met prevention de boel buiten konden houden, leven we toch veel meer in een tijd waarbij prevention, detection en response alle drie even relevant zijn. En ik denk dat onze aanpak zich richt op het heel regulier doen van al die fire drills en het heel regulier blijven kijken hoe ver je zelf zou komen. En je ziet dat het van een papieren exercitie is een hele operationele exercitie geworden. In een notendop, dat was de presentatie. Dus DDoS, e-banking, vanuit mijn perspectief zeg ik vandaag... en natuurlijk is dat afkloppen, denk ik dat we heel ver zijn en heel goed gaan. Je ziet dat APT is voor de hele sector nieuw. En dat is een heel interessant onderwerp waar je goed tegen moet bewapenen. Peter, dankjewel. Ja, we hebben, als het goed is, Vincent, ook een stelling meegenomen voor Peter. Ik denk dat die ergens in jouw systemen hangt, als het niet gehackt is. Dat is natuurlijk de vraag. En als u device erbij pakt, dan kunt u hierop stemmen. Niet alle risico's zijn uit te sluiten omtrent cybersecurity binnen de sector. Daar zijn we nou even benieuwd naar. En ja, Peter heeft het al gezegd. Vraag om wat je wil vragen. Dus we eerst eens even naar de uitslag kijken. En dan eens even kijken wat voor vragen u heeft
En misschien ook jouw reactie op 80% of 92%. Nou, misschien dat er nog wat mensen moeten stemmen. Als u overigens in het beeldscherm een rode knop ziet, moet u daar even op drukken, want dan meldt u zich opnieuw aan. Dat is het maar. Drukt u even de rode knop en dan wordt u direct geredirect naar opnieuw aanmelden. Dan ziet u het nummer van het event van vandaag al in uw schermpje staan. Uw telefoon is dan even in de slaapstand gegaan om de batterij te sparen. U begrijpt dat, hè? Nou, kijk, dit gaat hard. 98%. Zo simpel is het dus. Risico's, dit is natuurlijk een open deur, zijn niet uit te sluiten. Nou, het hangt een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Als je het hebt over technische preventie, dan is het denk ik onmogelijk om ze uit te sluiten. Op het moment dat je zegt, ik ga ook me voorbereiden over welke maatregelen ga ik nemen in termen van detectie. Maar misschien ook belangrijker, hoe ga ik mezelf voorbereiden commercieel voor het moment dat het gebeurd is. Dan kun je natuurlijk wel fatsoenlijk voorbereiden op de risico's die toch aanwezig zijn. Ja. Het filmpje vond ik wel aardig, dat ging heel erg over voorbereiden, over zorgen. En jij zei dat ook in een bijzin, jullie vallen elke maand jezelf aan. Ja, ja. Dus die deals, ik krijg daar altijd een enorm romantisch geamerikaniseerd filmbeeld bij. Ja, ja. Zijn dat echt hackers die niet met naam en toenaam worden verdiend, die je ergens van zolderkamers plukt, dikke salarissen betaalt om jullie aan te vallen? Werkt het zo, nee, zo ik denk, geromantiseerd? Er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld bij die DDoS-aanvallen. Die DDoS-aanvallen, die kun je gewoon heel georganiseerd en georchestreerd doen. Ja, dus dat betekent gewoon, jongens, op vrijdagnacht om 12 uur begint dit en tot 3 uur zijn we de een naar de andere attack aan het doen en we maken draaiboeken. Dus dat is allemaal wat minder juicy en flashy dan je denkt. Daar kun je geen Amerikaans film van maken. Nee, dat is wat moeilijk. En dit had natuurlijk een hoog James Bond gehalte, het filmpje. Maar ik denk in termen van die penetratietesten en elke keer die boel penetreren. Ja, weet je, dat doe je met externe partijen die er gewoon erg goed in zijn. Je doet het met interne engineers. En in the end, it's just work. Het is niet spannender of meer romantisch dan het maken van een mooie mobiele app of een mooie Bitcoin wallet. Of iets maar zitten er wel hackers tussen die misschien vroeger op het verkeerde pad zaten of juist heel negatief aanvielen en zichzelf eigenlijk aan de andere kant hebben gezet? Nee. Wat we wel zien is dat ook mensen die zich nog wel eens kritisch uiten, ook over ING. Hè? Dus bijvoorbeeld gewoon mensen in de pers die zeggen, hoe zit het nou met die beveiliging en hoe doen jullie dat? Weet je, die worden allemaal heel actief uitgenodigd. En weet je, laatst stonden we in de Universiteit van Amsterdam voor 50 studenten. En die zitten allemaal, nou jongens, Nijmegen is gelukt om de NS te kraken. Het kost ons een uurtje en dan liggen jullie ook plat. Ja, dan ben ik de eerste die zegt, nou mensen, ga je gang. Ik zou het fantastisch vinden. Ja. Maar dan organiseer je een LAN-party. Ja, dan huur je een zaaltje en dan zet je een dikke internetkabel, leg je aan. Ga je gang. Neem je laptop mee. En ga je gang. Ik zorg voor broodjes, bier en bitterballen. Ja, exact. Ja, exact. Ja. Maar het mooiste, vind ik nog, er is ook niks uitgekomen. Dat is ook heel positief. Maar en die rekening voor de broodjes is het alles waard als wel iemand jullie hackt. Exact, ja. Dat is duidelijk. Vragen aan Peter, mag alles zijn. Kijk eens even, wie zegt, ja zeker, ik heb daar wel een vraag. Of durft u niet, denkt u, hij weet mijn vraag al, die is al bekend gehackt. Ja. Gaat u er bestaan? Ja. Wie bent u? Peter Kwagenek, accepteer wel. Ik heb 2 korte vragen. Heeft u nog Windows XP computers of terminals draaien? Nee. Oké. En kunt u iets meer vertellen over wat u aan phishing doet? Of ertegen? Ja, eigenlijk trekken we ook phishing in termen van wat we eraan doen. Opnieuw, prevention, detection en response. Detectie is hoog en daar proberen we. We hebben ook contracten met grote partijen die bijvoorbeeld websites meteen binnen een uur uit de lucht nemen bij elk internet service provider in de wereld. Dus op het moment dat wij erachter komen dat er een website via phishing probeert credentials te jatten, die wordt uit de lucht genomen. Er is een heel actief beleid, ook een melding. Ook als je op de website kijkt van ING, zie je meteen dat je het kan melden en dan wordt er actie ondernomen. In termen van preventie zie je dat het echt zich verschoven heeft van ons naar die eindklant. En dan zijn de spotjes en de reclamespotjes die we ook in onderling overleg met alle banken maken over zorg ervoor dat je oplet wat je doet. Dat is denk ik op dit moment het maximale wat we doen om phishing tegen te gaan. Ja, en hoe gaat dat in de praktijk? Want toen dat begon was wel bekend van ja, mensen trappen er toch in. Gaan dan via een e-mail hun pincode mailen of andere inlogcodes of wat dan ook. Dan komen er heel veel spotjes. Je hebt al gemeld, en dat was vandaag ook in het nieuws, op gisteren dan van de Betaalvereniging Nederland, die heeft gezegd, ja, het neemt af, we zien het. Maar zie je dan nog steeds een hele naïeve groep die blijkbaar niet bereikt wordt door die massacommunicatie? Ja, hoor, absoluut. Ja. En wat denk jij dan als CIO van ING Bank Nederland? Zijn die mensen nou zo stom? Nee, weet je, dat is. Nee, want wat je wel ziet is dat vroeger had je phishing, laat ik het even onderbiedig zeggen. 3 jaar geleden bestond phishing uit een slecht geschreven e-mail. Uit Kenia, toch? Met verkeerde logo's. Met 17 spijlfouten die ook niet getarget waren op iemand. En tegenwoordig zie je dat ook phishers die groeien in termen van de maturity. Dus die gaan soms heel actief, komen ze met erg veel informatie van jou. Die ze weer opgepikt hebben uit je Facebook-account of uit de website van de lokale tennisvereniging. Waarbij het soms toch wel
echt begint te lijken. En dat je denkt, potverdorie, daar is een hoop tijd en moeite in gestopt. Dus weet je, het is denk ik te makkelijk om nou te zeggen dat, het een, dat je echt debiel moet zijn om je nog te laten besodemieteren. Weet je, maar ja, besodemieter zien we in elke sector. Begrijpelijk dat je je eigen klanten niet wil afdoen als debiel of stom. Dat zou niemand hier op dit podium doen. Maar goed, jij hebt in Delft gestudeerd, je bent de CIO. Ja, je denkt... Nee. Ik zie soms dat het zo getarget wordt en dat het zo op de man gemaakt wordt. En dat er zoveel moeite gestopt wordt. Je begrijpt dat mensen er toch in trappen. Ja, dat ik bij mezelf denk van, het ziet er echt uit. Het ziet er echt uit, weet je wel. Dat heb ik op Facebook gezet over mijn privéleven. Precies. Ja, precies. Ja. Nog andere vragen aan Peter op dit moment? Ja, kijk eens even. Koen, gaat u er bestaan? Binnen Centrale Bankenland zijn we erg naar deze fenomenen aan het kijken. En wat we zien is dat een aantal jaar geleden was iedereen alleen nog met preventie bezig. Sinds enige tijd steeds meer detectie. Maar het respons wat je nu af en toe noemt, daar zie je nog weinig van. Met name bij ook financiële infrastructuren, waar we het bij het betalingsverkeer over hebben. Dat is voor mij een punt van zorg in ieder geval. Van stel dat je geraakt wordt. Hoe kom je nou weer snel genoeg terug in business? Kun je daar iets over zeggen wat ING daar aan doet? Ja, en wat is jullie les geweest in die week dat je een week uit business was? Nou, dat was, ik denk een week out of business heeft met de denial of service te maken. En ik denk dat mensen vinden over het algemeen availability of het gebrek aan availability erg vervelend. Maar integrity is toch een heel ander fenomeen. Dat vinden mensen het superlatief erg vervelend. Gelukkig hebben we dat nooit ervaren, dat er een massale breach geweest is. Dat is denk ik een feit. Dus in hoeverre in real life heb je het geoefend, is het antwoord nul. Maar jullie waren heel even dichtbij toen er dubbele afschrijvingen waren en zo. Jullie wel heel erg uitgebreid moesten uitleggen dat het allemaal goed zou komen en uw geld niet weg was. Exact. Maar wat je uiteindelijk ziet is dat vanuit een IT-perspectief zie je dat je de verantwoordelijkheid nam voor de prevention. Maar ik denk in termen van de respons en hoe communiceer je naar klanten en wat ga je doen. Dat heeft ook het hele topic van cybercrime voor een heel groot deel een gecombineerd topic gemaakt. Vanuit onze afdelingen communicatie, van de productmanagers, van de mensen die impact begrijpen op klanten. En je ziet dat het collectief en samen nu ook commercieel en IT-wise daar verantwoordelijkheden voor dragen. En dan die runbooks gaan opzetten, die runbooks gaan evalueren, crisisteams ervan opzetten. Weten wie er verantwoordelijk is op mensen die ze opzetten. Dat zijn eigenlijk alle stappen die wij doen. Dus de communicatieafdeling, de commerciële takken in de business units en IT zijn dichter bij elkaar gekomen. Rondom dit soort topics. Ik denk dat we dat al heel veel waren in termen van availability en in termen van functionele changes. Maar in termen van de respons op cybercrime was het eigenlijk niet het geval. Ik denk dat ook jouw opmerking eigenlijk wel terecht is. Wij zeggen ook, we komen in de wereld van de prevention. En het wordt nu echt doorgedrukt naar detectie en naar respons. Juist. Mogen we jou enorm danken, Peter Jacobs. Met uw applaus. Ja.